Jongens, ik heb iets ontdekt. Oh. Weten jullie wat de derde sport van Nederland is? Kijk, voetbal is natuurlijk het grootst met meer dan een miljoen KNVB-leden. Daarna tennis, 570.000. Maar welke sport denken jullie dat er op drie staat? Hockey? Nee. Golf? Nee. Schaatsen? Nee. Atletiek? Nee. Zwemmen? Nee. Turnen? Nee. Judo? Nee. Volleybal? Nee. Tafeltennis? Nee. Wielrennen? Nee. Sportvissen? Nee. Squash? Nee. Wat zei jij nou? Judo? Nee. Tafeltennis? Nee. Sportvissen? Ja. Ja. Sportvisserij Nederland heeft 562.000 leden. Tering. En sportvissen is dus een sport? Ja. Ja, kijk maar. Ze staan op de website van NOC-NSF. Hier, sportvisserij als derde sportbond van Nederland. Ja. Maar wat is sportvissen dan? Sportvissen is vissen voor je plezier. En om te mogen sportvissen moet je lid zijn van een visclub. Je moet lid zijn van een club. Ja. Dus dat is echt alleen bij sportvissen zo. Hè? Het is niet dat je bij voetbal dat je op een pleintje staat te ballen en dat de KNVB komt van heren, wat zijn we aan het doen? Nee. Nee, het is dus sport, maar ik zie het nooit bij Studio Sport. Nee, nee, klopt. De NOS negeert deze sport. Nogmaals, de derde sport van Nederland volkomen. Hè? Als je naar sportvissen wil kijken, dan moet je bij RTL zijn, bij VisTV. Ja, Arne! Ah, kijk er dit! Yes! 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 Hahaha! Mooi snoekbaard! Woehoehoe! Yes! Yes! Ja. Hey, maar Tex, is dit niet zielig? Nee, dat hoor je vaak wat zielig, maar die mensen zijn niet zielig. Het zijn gewoon mensen die het leuk vinden om met een hengel langs het water te zitten. Ja, oké. En voor de vissen is het dan zielig? Voor de vissen? Nee, absoluut niet. Nee, kijk maar. Nou, even kijken. Misha, waar die zit. Ja. Zo je velp, Ed. Ach man, als je het zo mooi. Kijk eens, wat mooi. Netjes voorin, Ed. Ja, keurig. Zie je hoe netjes voorin die haak zit? Dat is toch fantastisch? Ja, maar als zo'n haak er weer uit moet, dat is toch heel pijnlijk? Nee, daar is allemaal aan gedacht. En heb je een snoek, zorg dan natuurlijk wel dat je altijd een goede onthaaktang bij je hebt. Want ze hebben hele gemene tandjes. Voordat je het weet zitten er gaten en de scheuren in je vingers. Zie je? Voor je vingers. Ja, heel goede tip. Ik heb laatst mijn nagel opengehaald toen ik een peuter sloeg. Ja. Dus heb ik ook gemene tandjes, jongen. Maar zo'n tang ik moet zo'n tang hebben, ja. Maar jongens, het is toch gewoon ontzettend zielig voor die vissen? Nee, echt niet. Nee, kijk, het staat allemaal uitgelegd op de site van Sportvisserij Nederland... bij de veelgestelde vragen. Hier, is vissen dierenmishandeling? Nee, lees maar. Sportvissen is een activiteit met dieren. Mensen beleven daar plezier aan. Dit plezier weegt op tegen het korte en beperkte ongemak... dat de vis ten gevolge van het vissen ondervindt. Nou ja, oké. Okay. Dus als ik een alpenmarmot in zijn ballen trap, dan mag dat. Ja, als je er maar plezier aan beleeft. Oh ja, nou ja. Soms, ja. Ja. Nee, hier kijk, vissen is wat dierenwelzijn betreft... goed te vergelijken met het houden van huisdieren. Ja, dat is dan vooral te vergelijken met het houden van huisdieren... als je altijd een scherpe haak in het voer van je hond doet... hem aan zijn wang optilt en hem daarna in de sloot flikkert. Ja. Ja. Hey, maar Tex, toch even. Weet jij zeker dat de vissen dit willen? Nou, dat is een interessante vraag. Sportvisserij Nederland wordt hier wat filosofisch. Uh-huh. Worden vissen tegen hun zin uit het water getrokken? Nee, want kijk, zin is een menselijk begrip. Wauw. Ja. Oh, ja. Dus je moet ook nooit vragen, willen ze een beetje bijten? Nee, want willen is een menselijk begrip. Ja, ja, ja. Ja. Er staat nog net niet bij, als vissen nee zeggen, bedoelen ze ja. Ja, je kan er nu flauw over gaan doen, maar sportvissers hebben heel veel liefde voor vissen. Hier, de meeste karpers in Nederland worden meerdere keren gevangen... en veel karpers hebben inmiddels een eigen naam. Precies, zoals wanggat of haakoog. Ja. Of vistiaan, maar dat is toch liefde? Ja, en die liefde die gaat ver. En mijn traditie is, mooie dames moet je zoenen. Voordat hij terug gaat. Je mag een vis ook aanranden. Ja, als jij daar maar plezier aan beleeft. Die man vindt dat toch lekker, daar gaat het om. Dus... Studio Sport, stop met het boycotten van de derde sport van Nederland. Beste kikkers van dit filmpje, hè? Ja, kikkers, nee, het staat er echt. Ja, nou, ja, dan zal het wel kloppen, toch? Kikkers. Ja, beste kikkers van dit filmpje. Vond je dit een leuke video? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaar. Kanaar? Kanaar, met een C, kanaar. Nou ja, als het hier staat. Ja. Tot ziens!